Minouche van der Gijp, de vrouw van René van der Gijp, heeft recentelijk een schorsing op Instagram ontvangen vanwege het plaatsen van uiterst grafische en gewelddadige beelden. In een reactie op deze maatregel zei ze, ik zal iets moeten inbinden. De sterren van het programma vandaag in Zijt zijn zelf niet actief op Instagram, maar twee van hun vrouwen, Lily Gené en Minouche van der Gijp, maken gebruik van het platform op heel verschillende manieren. Terwijl Lily Gené posts deelt over een gebalanceerd leven en spirituele onderwerpen, heeft Minouche haar account gebruikt om vakantiefoto's af te wisselen met aangrijpende beelden van de oorlog in Gaza? Minouche is bijna een jaar actief geweest als oorlogsverslaggever en heeft regelmatig beelden gedeeld van de situatie in Gaza. Dit heeft nu geleid tot problemen met Instagram, die haar heeft aangesproken op het verspreiden van te expliciete content. Instagram heeft Minouche gewaarschuwd dat als ze niet onmiddellijk actie onderneemt, haar account permanent geblokkeerd zal worden. Deze waarschuwing heeft Minouche ertoe gebracht haar activiteiten als oorlogsverslaggever stop te zetten. Ze gaf aan dat het indienen van bezwaren tegen contentverwijdering vaak een complexe en frustrerende procedure is. Minouche heeft nu besloten haar benadering te wijzigen en haar posts te temperen om te voorkomen dat haar account volledig verloren gaat. Ze meldde: Mijn bloederige posts over Gaza zal ik iets in moeten perken om mijn pagina niet te verliezen. Mocht er iets belangrijks voorbij komen. Dan zal ik de link van het Instagram-account met een Gaza-vlag delen. Voor nu kun je altijd Apenstaartje Ai, om Peelstine volgen, een pagina die een verzameling van alle ellende in Gaza biedt. In een bericht dat ze deelde van een van haar volgers, kreeg ze lof voor haar inzet. We leven in tijden van censuur. Diepe buiging voor Minouche van der Gijp. Bijna een jaar lang heeft zij onvermoeibaar de genocide in Gaza onder de aandacht gebracht, met alle risico's van dien. Dit komt allemaal vanuit een goed hart. De volger benadrukte dat de Nederlandse media en grote accounts een voorbeeld aan Minus kunnen nemen. Het is begrijpelijk dat je even een stap terugneemt. Je bent een topper. Dank je wel voor het gebruiken van je stem en je account voor een nobel doel. Deze situatie onderstreept de uitdaging van het balanceren tussen het delen van belangrijke informatie en het navigeren door de regels en beperkingen van sociale media platforms.